Hi. Afgelopen zondag 21 mei sprak Gerard van Amerongen bij ons in de samenkomst in de Life and Well Church. En de titel van zijn boodschap was: Past raad aan de voet van het kruis. En een van de dingen die hij zei was dat Jezus zei om achter hem aan te gaan, om het kruis op ons te nemen en achter hem aan te gaan en hem te volgen. En de vraag die ik aan je wil voorleggen is: wat betekent dat nou eigenlijk om het kruis op ons te nemen? Ons kruis op ons te nemen en achter Jezus aan te gaan. Wat betekent dat nou voor mijn dagelijks leven? Gaat het dan alleen over dat je niet wilt zondigen? Of waar gaat het nog meer over? Kan het zijn dat het te maken heeft met verwerping die we kunnen meemaken omdat we geloven in het woord van God en in de waarheid die God daar schrijft, die God ons voorlegt. Het volgen van Jezus, de reinheid en de zuiverheid van Jezus te willen navolgen, de gerechtigheid van Jezus te willen navolgen, maar wat dan door de wereld niet begrepen wordt. Of wat de wereld niet fijn vindt, of wat ze ervaren als een verwerping. Of als liefdeloos, terwijl God zegt: dit is liefde. God zelf is liefde. De vraag aan ons is dus: wat betekent het om ons kruis op ons te nemen? Een van de teksten die mij aanspreekt op dit moment is ook in Psalm 34. Waar staat dat, in het Engels staat: My soul shall make its boast in the Lord. Mijn ziel zal zich in de Heer beroemen, zal zich roemen in Jezus Christus. Mijn ziel zal zich moeten richten op Jezus Christus en niet meegesleurd laten worden door de emoties die in de wereld rondgaan. Enfin, ik wil gewoon niet te veel invullen. Ik weet het zelf ook niet allemaal precies, maar ik weet wel dat er een prijskaartje hangt aan het volgen van Jezus Christus. En dat prijskaartje noemt Jezus Christus het kruis op je nemen. En ik wil je ook bemoedigen met de andere tekst die Gerard aanhaalde. Galaten 2 vers 20. Waar staat: niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Jezus Christus leeft in mij. Dat we meer en meer mogen focussen daarop. Zeg: Jezus, leef alstublieft jouw leven in en door mij heen. Zodat de wereld kan zien dat er hoop is in u, Jezus Christus. Dat wij hoopbrengers zijn. Mensen zijn die het licht en het leven en de waarheid in ons meedragen. In liefde. En dat de echte goddelijke liefde werkelijk bestaat, die mensen wil redden en kan redden en kan eeuwig leven kan aanbieden. Dank u Jezus daarvoor. We bidden om uw openbaring, Heer, over onze levens en in onze levens, zodat de wereld ziet en weet dat u God bent en dat u eeuwig leven bent. Amen.